Hoe werken andere verenigingen aan het werven en behouden van vrijwilligers? Hoe hebben andere verenigingen hun sporttechnisch kader ingericht? En hoe zijn bij andere verenigingen de inkomsten en uitgaven verdeeld? Jij bent echt niet de enige bestuurder die worstelt met dit soort vraagstukken. En dat is goed nieuws. Want door middel van de verenigingsmonitor kun je erachter komen hoe jij en andere verenigingen werken aan verschillende onderwerpen. Na het invullen van de vragenlijst krijg je toegang tot het benchmark dashboard. Hierin kun je de data van jouw vereniging vergelijken met de data van andere verenigingen. Als jouw vereniging de vragenlijst voor het tweede jaar op rij invult, zie je ook hoe jouw vereniging zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het jaar ervoor. Door deze vergelijkingen zie je op welke terreinen het goed gaat, waar je verbeteringen kunt doorvoeren en waar juist kansen liggen. Zo is het werven en behouden van vrijwilligers bij veel verenigingen een agendapunt. Hoe doet de vereniging om de hoek dat? En hoe kunnen jullie daarin van elkaar leren? Op welke vlakken kunnen jullie wellicht kosten besparen en extra inkomsten genereren? En hoeveel trainers en coaches zijn er bij andere verenigingen actief? En welke opleidingen hebben zij gevolgd? Inspirerend en interessant om te weten. Deze kans om jouw vereniging nog beter te besturen, laat jij toch niet aan je voorbij gaan? Vul de vragenlijst in.